is vrijdagavond en ik zit alweer eventjes op de bank. Niels is eigenlijk vanaf dinsdagavond een beetje ziek geweest. Hij heeft dinsdagavond, of dinsdagnacht eigenlijk, om 1:00 of zo heeft hij zijn hele bed ondergekotst. Waarna hij onder de douche moest en ik het bed moest verschonen en bla bla. En op zich ging het woensdag alweer iets beter en donderdag is hij wel gewoon naar de opvang gegaan. Maar we merken dat hij toch nog niet helemaal de oude is. Hij eet nog niet goed en hij is nog een beetje huilerig en zo. En nu is Sven ziek thuis gekomen. Dus dat gaat lekker. Ik voel me prima. Ik ben alleen gewoon, ik ben alleen gewoon verschrikkelijk moe. Het was echt een beetje een baaldag op mijn werk. Alles ging een beetje mis. Maar goed, het is nu weekend, dus dat maakt niet uit. Dit weekend hebben we eerst een feestje van het kinderdagverblijf van Niels. En daarna gaan we naar mijn broertje, die is een tijd geleden verhuisd. En Sven heeft het huis nog niet gezien. En daar gaan we heen met mijn nicht en haar vriend en haar zoontje en mijn neef en zijn vriendin. Super gezellig, dus gaan we lekker borrelen. En zondag hebben we volgens mij nog geen plannen. Dus dat. Ik hoop alleen dat de mannen weer helemaal beter zijn. Want ik mag natuurlijk niet auto rijden met mijn arm. Dus ja, ik ga nu lekker bank hangen. Ik denk dat ik zo gewoon bij Sven in bed ga liggen. Maar dan ga ik gewoon lekker tv kijken. En dan zie ik jullie denk ik vooral morgen weer met iets van make-up of zo op. Altijd net iets beter, hè? Goedemorgen, het is zaterdag. Het is iets voor 10. Niels zit aan zijn fruithapje. En we hebben zo feestje van de kinderopvang. Dit is wat ik aan heb. Dit gestreepte shirtje van And Other Stories. En deze high-waisted soort jegging van de Bershka. Ik moet alleen even mijn haar feunen zo meteen. Niels zit lekker aan een sinaasappeltje. Is het lekker? Ja? Zo. Ja, lekker lekker. Ja, ik heb gisteren nog wat dingen besteld bij de prenatal. Onder andere deze, want die zag ik bij Kim van Albo.nl. En dat vond ik super handig. Ze had andere roze natuurlijk, meisje. Maar dit is een bakje wat je hem handig mee kan nemen met een lepeltje en een vorkje erin. Dan, dit wilde ik al heel lang en dat bestelde ik maar steeds niet of kocht ik steeds niet. Dit is zo'n boodschappennetje voor aan de buggy. Vind ik eigenlijk heel lelijk, maar het is wel heel praktisch. En toen zag ik ook nog deze hangen. Die vond ik wel heel schattig. Dit is een rompertje met ananasjes, maar dan wel blauw en groen. Ja, dus deze. En daar gaan we dus zo heen. En dan hebben we vanmiddag, wat ik zei, borrelen bij mijn broertje. Super gezellig, heel veel zin in. De mannen zijn wel wat opgeknapt. Sven voelt zich nog niet helemaal topfit. Ik denk dat Niels ook nog niet helemaal topfit is. Maar we zijn in ieder geval een stuk beter dan de afgelopen dagen. Ja, ik neem jullie mee. Nou ja, niet naar het kinderdagverblijf. Want dat is natuurlijk een beetje privacygevoelig. Ik weet niet waarom ik buiten adem ben. Ik heb niet eens gezoenbaat. Maar de rest van de dag natuurlijk wel. Nou, het zomerfeest was heel leuk. Ik zit nu op de bank, ga een filmpje bewerken. Ik wilde eigenlijk EHBO-cursus gaan voorbereiden. Of tenminste, ik doe een EHBO-cursus met een aantal meiden weer van de zwangerschapsclub. En dan moeten we eerst 4 uur online zelfstudie, zeg maar, doen. En dan, als je dat hebt afgerond, dan mag je de cursus doen. Maar die cursus is aanstaande zaterdag van 9 tot 1. En nu kan ik niet inloggen. Om een of andere reden kan ik niet. Ja, tenminste, ik kan wel inloggen, maar ik ben niet gevalideerd om die cursus te doen. Hij staat wel gewoon in mijn pakket, maar ik kan er niet in. Dus de helpdesk belt, maar de computer, zeg maar, helpdesk, die is niet open. De meisje aan de telefoon was echt super lief en die ging heel erg de best doen, maar ze krijgt gewoon niemand te pakken. Wat inhoudt dat ik dus pas maandag geholpen ga worden. Wat inhoudt dat ik dus ergens deze week, 's avonds, terwijl ik ook nog een avond heb voor mijn werk. En natuurlijk ook gewoon Niels heb en zo. En dan moet ik dus nog 4 uur een cursus gaan zitten doen. Ik zei ja, ik vind het wel een beetje raar. En ik weet, een ander meisje had ook al problemen met inloggen. Maar ja, ik heb het zo druk gehad op mijn werk. Ik kan ook niet onder mijn werk even gaan bellen van yo. Dus ja, ik, ik,
ik heb het nog altijd nog niet getest. En nu kom ik er dus achter dat het dus niet kan. Nou, ik ben er niet heel blij mee. Maar goed, ik ga nu lekker aan mijn site. Want dat moet ook gebeuren. Dus dat ga ik nu doen. En dan hoop ik dat er nog iemand van de helpdesk gebeld wordt. En dat opgelost wordt. Maar nee. Nou, Niels vond het zomerfeest in ieder geval heel leuk. En ik heb ook een foto gemaakt van een van de meiden van de zwangerschapscup. Haar dochtertje was er ook. Zij was er zelf niet. Maar de foto van vorig jaar van hen samen. Van Niels en haar dochtertje. En dan eentje van nu. En dat is echt zo'n groot verschil. Dat is echt zo grappig om te zien. Maar goed, ik ga nu maar gewoon lekker aan de site. En dan hoop dat ik nog gebeld word. En ondertussen even lunchen, want ik heb honger. Niels is er klaar voor. Niels heeft alle spulletjes mee. Dus een beetje speelgoed. En Niels. Zo, we staan in de lift. En we gaan die kant op. Yes, Ron. Yes. Oh, je zag jou helemaal niet. Nee. Wij zitten in de auto en het regent en we staan een beetje in de file. Het is een beetje de smeer. De Koentunnel is blijkbaar dicht en wij moeten ergens in Amsterdam-West zijn. Dus, nou, we gaan ervoor. We zijn iets later, er gaat niemand dood aan. Dus nou ja, we boemelen lekker verder. En als ik het niet vergeet, ga ik zo ook nog wel even filmen in Boertje Nieuwhuis. In de categorie, ik vergeet altijd te filmen, maar ik ga nu Niels zijn spullen opladen. Ons een koffertje doen. Zo. Maar dit was het feest, voor alles is op. En nu is alles spullen in de tas. Zo, wij zijn weer thuis. Ik heb maar heel even een beetje gevlogd, want ik was het gewoon vergeten. Toen ik mijn tas pakte om de spullen te pakken, toen dacht ik, oh ja, vloggen. Maar het was heel gezellig en Niels zit nu even lekker bij me op schoot. We hebben niet heel erg veel honger meer, dus we gaan gewoon lekker een soepje eten. Niels heeft ook heel veel gegeten over olijven, hè lieverd. En het was echt super gezellig. Het was ook leuk dat Sven ook even mijn broertje huis kon zien. En het was gewoon sowieso heel gezellig. En mijn neef is getrouwd met een Amerikaanse. En volgende week komen haar ouders, want ik wilde heel graag Niels en het zoontje van mijn nicht zien. Dus dat is super leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb ze natuurlijk nog nooit gezien. Dus volgende week zien we ze weer. Hé Niels, gezellig hè? Niels is een beetje moe. Ik heb wel in de auto ook geslapen, zij is nu een beetje aan het wakker worden. Het is nu 7:15, dus het is ook wel een beetje laat. MLB. Ja, ik zie jullie zo nog wel, denk ik. Maar ja, ik heb dus jullie nergens meegenomen vandaag. Het schiet lekker op. Morgen weer. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb gisteren niet meer gevlogd. We waren moe, we zijn lekker in bed gaan liggen. We hebben nog wel gewoon tv gekeken. Maar dat was het. Ik heb me opgemaakt en ik heb weer dit paletje gebruikt van Max & More. Dat is van Action. Ik vind het echt zo'n fijn paletje. Ik vind het heel leuke zomerse kleurtjes. Goed, dat geldt terzijde. Wij gaan zo meteen eventjes naar het Giftpark toe. Dat is een park in Utrecht. En daar hebben ze ook al best wel grote speeltuin en kinderboerderij. En Sven is daar nog nooit geweest. Dus ik zei, nou, laten we daar dan lekker heen gaan. Weer eens wat anders. En die zijn om 10:00 open. Dus daar gaan we zo heen. Ik weet niet of Niels het helemaal gaat uithouden. Want hij lijkt wel een beetje moe. Hij heeft wel gewoon goed geslapen vannacht. Om 7:00 wakker. Dus dat ging op zich allemaal wel weer gestroomlijnd. Het was de afgelopen dagen niet zo dat ze, als die zieke zit geweest, is ze meteen uit ze. Wat is er? Kom maar, moet ik even helpen? Ja. Zit hij vast? Kom maar. Hij zit vast. Ja, kom maar. Kom maar hierheen. Kom maar. Oh, oké. Okay. Kom maar. Nee. Ja, papa is even douchen. En dan vanmiddag moeten we even kijken. Ik denk dat we dan nog even naar de kinderboerderij bij Rotsoort gaan. Dat vinden we ook altijd wel een leuke kinderboerderij. En want het wordt wel lekker weer. Dus ik denk dat we gewoon lekker dat soort dingetjes gaan doen. Ja, het zijn hele andere zondagen dan die je vroeger deed. Maar dat doet er verder niet toe. Over 10 dagen is Niels alweer 1,5. Wat de tijd snel. Ik heb net even gesport. Want ik kon gisteren niet zoomen en ik kan volgende week ook niet zoomen. Ik hoopte eigenlijk dat ik vandaag nog terecht kon, maar het was vol. Dus ik heb even mijn HIIT-workout gedaan. En
Nou wilde ik woensdag dan gaan, maar dat is natuurlijk de finale van de Europa League Ajax, dus dan ga ik ook niet. Dus nou, ik moet maar even kijken wanneer ik dan ga. Ik heb wel een enorme wenkbrauw vandaag. En ik moet nog even een filmpje opnemen. Ik wil nog even wat aan de site doen. Ik hoop dat ik nog gebeld word door het Rode Kruis. Waar is er? Maar dat ik nog met die cursus aan de slag kan en anders niet. En ik ben een beetje gaar vandaag. Ik ben ook weer een beetje verkouden aan het worden. When does it stop? Oh, hij wil de douche in. Ik ga hem even tegenhouden. Even vastleggen. Wil je koe aaien? Op het bankje? Nou, kom dan gaan. Niels, het raam komt uit, hij kan stofzuigen. Oh, dit is fantastisch. Wachten. Yes. Lunchen met tosties, met lactosevrije kaas en thee. Behind the scenes. Ik heb net twee filmpjes opgenomen. Mijn ongemaakt en mijn favorieten. En dan heb ik dus even een change of outfit. En nou, nu ga ik mijn t-shirtje weer aantrekken en dan ga ik ze bewerken. En dan is direct te slapen. Sven is ook even aan het werk. Kortom, we zijn lekker bezig. En we zitten weer in het gras, met cola en carrotcake en koffie en appelsap. En Niels heeft rozijntjes. Dat is lekker, hè? Ohoho. Lekker maar. Chef de cuisine maakt bloemkoolpizza. Het is iets arbeidsintensiever dan ik had ingecalculeerd. En Sven. Nou, het wordt al wat. Het is een soort metselen. Ja. En van Niels wordt het pultjesstampot. Gaan we het klaarmaken. Dit is het eindresultaat. En Niels loopt inmiddels in zijn blote bas, want Niels had alles ondergepoept. Overal poep. Overal poep. Dus, ik ben benieuwd. Eet smakelijk. Nou, hij zit op de bank. Het was echt... nou, die bloemkoolpizza was een beetje een ramp. Ja, nou, en jullie hebben het eindresultaat gezien. Het zag er leuk uit. Het was verder niet echt de moeite waard om te maken. En toen
hadden we... Oh ja, of was dat vlak daarvoor? Oh, dat was volgens mij vlak daarvoor. Toen kwam Niels naar me toe en hij liet iets zien in zijn hand. Dus ik pak het aan. Is het poep? Yes. Nou, dus dat zat over zijn hele been, op zijn handen, het hele rattenplan. Nou, goed, dus wij Niels verschonen. Loop ik de woonkamer in, zie ik vervolgens dat de poep over zijn stoeltjes zit, op de vloer zit. Nou, thank God niet op de bank, maar dat dus. Loop ik terug de gang in, zie ik dat Mittens heeft overgegeven. Nou, hou op met me. Dus, we zijn blij dat Niels op bed ligt en dat Mittens dat het een eenmalige kots was. Waarom zit het scheef? En dat we eindelijk zitten. Of nou ja, eigenlijk niet helemaal zitten. Ik ben nog aan de site. Alleen mijn computer moest opnieuw opstarten om een van de redenen. En Sven is nog aan het werk. Maar we hebben afgesproken om 9:30 is het klaar. En dan gaan we op bed liggen met chips en tv. Nou ja, dat is niet waar, want ik ben nu al chips aan het eten. Want ik dacht, dat vind ik niet fijn om dat zo vlak voor het slapen te doen. Maar... Ja, en dan was dat het weekend alweer. Maar het was wel een heerlijk dagje. We zijn 's ochtends naar het giftpark gegaan. Daar naar de kinderboerderij en de speeltuin. Daar hebben jullie wel beelden van gezien. En 's middags heb ik niet echt heel veel gefilmd. Maar toen zijn we naar Rotsoord gegaan. Ook een kinderboerderij en speeltuin. En het was eigenlijk heerlijk. Dus het was weer een prima dagje. Alleen, daar ondertussen nog allerlei zooi opruimen. Want het was hier alsof er een bom ontploft was. En het is iedere keer ruim het op. En twee tellen later is het weer ontploft. Nou, ondertussen natuurlijk nog 625 wasjes draait. Ik draai tegenwoordig alle wassen op zondag. En dan door de week nog één keer een was voor Niels. Dat gaat op zich prima. Maar dat zal ik wel eventjes plannen. Want ik wil de droger niet ademen als we de deur uit zijn bijvoorbeeld. Dus dan dus heb ik bedden goed... Vanmorgen was er en deels opgehangen, deels in de droger. En dan was van Niels met ook zijn bedden goed. En dan een zwarte was en een witte was voor ons. En dan, nu nog de handdoeken zitten er nog in. Maar die zwarte en witte was moeten hangen voordat Niels erbij gaat. Maar dan moet het bedden goed weer droog zijn. Dus de hele militaire operatie. Dus dat is ook altijd op zondag nog. Dus dat gebeurt er nog tussendoor. Dus het is eigenlijk is het een soort werkweekend. Maar het was ook wel, we hebben ook gewoon lekker op de kinderboerderij gezeten. Ook van die dingen die je vroeger nooit had bedacht dat je de hele zondag van speeltuin en kinderboerderij naar speeltuin en kinderboerderij zou verkassen. Ik denk dat ik het hier ook maar bij hou. Het was op zich denk ik wel een lange vlog, maar ik denk dat jullie vooral mij hebben gezien. Dat is soms even zo. Maar volgend weekend, wat is er volgend weekend? Oh ja, volgend weekend is Hemelvaart. Dus dan hebben we ook alweer leuke dingen te doen. Dus dan neem ik jullie gewoon weer lekker mee. En dan is het dus een lang weekend. Tenminste, we hebben donderdag vrij. Vrijdag ga ik wel werken, maar dan zaterdag en zondag weer. Dus dan neem ik jullie weer lekker mee. En sowieso... Oh ja, we zouden misschien naar het museum gaan, Sven. Moet even kijken, we hebben nog kaartje. Ooit kaartje gewoon voor het museum. Van Gogh Museum. Met een tour geloof ik of zo. Nou, gaan we even uitzoeken. Maar ik hoop in ieder geval dat jullie het weer leuk vonden om te zien. En ik ga volgende week weer extra mijn best doen om wat meer andere beelden dan alleen mijn hoofd te laten zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En abonneer je vooral als je dat nog niet gedaan hebt. Blonde Beauty Fashion staat hieronder ook. En tot volgende week zondag. Doeg!